Ja. Welkom bij Proof Whisky, mijn Bart. Ik ben zo. Mooi flesje, ja. Ja. Ja, gelukkig waar je niet bij het gesprek wat net gevoerd is. Ja, wil het. Wil het of woont het? Nee, Kentucky Bourbon. De officiële benaming hiervan is Small Batch Private Reserve Pot Still, weet ik veel. Ik zet er even onderin, maar hier op de fles staat Willet Bourbon Whiskey, Kentucky Straight. Maar volgens mij is de officiële naam Pot Still Reserve. Het is echt Small Batch. Kijk, vaak wordt Small Batch gebruikt van een beetje marketing, van we maken maar kleine hoeveelheden steeds. Wat ik heb gelezen is dat dit echt Small Batch. Het is vaak maar 12 vaten per keer. Okay. Per batch is met maximaal 12 vaten. Eentje meer, eentje minder, eentje meer kan wel. Weet het, is eigenlijk helemaal in het begin, toen ze pas begonnen waren, begonnen met single barrels. En uiteindelijk zijn ze overgestapt naar de small batch, dus dat ze meerdere vaten gingen toevoegen. Het is ook een beetje onduidelijk in hoeverre ze de whisky zelf produceren. Het gaan verhalen omdat ze het gesourced hebben, dus gewoon bij een andere distillerij gehaald hebben en dan zelf dan. Ik weet niet, ook niet of ze zelf gematureerd hebben, maar dat ook door hun gematureerd is, of zij alleen gebotteld hebben. En toch staat hier, distilled, aged and bottled by Willet Distillery. Wat zo. Nou, dat was mijn volgende. Ah, oh, sorry. Dat is tegen met de oude batches. En nu wordt gezegd dat ze wel zelf doen. Dat ze in-house doen distillen en alles zelf doen verwerken. Dus ook de maturatie, botteling en zo voort. Ze hebben ook een hele tijd stilgelegen. Ik dacht in 2012 is eigenlijk stilgelegd van x aantal jaar en daarna is weer alles op gang gekomen. Dus nu de vraag van welke batch nou gesourced is, zelf gedistilleerd, ja, en wat Shinoen dan zegt, hier staat de distilled aged bottled by Wild. Hè. Dus daar gaan we ervan uit dat het zo is. Dat dit eigenlijk dan nu van de nieuwe run is wat zelf gedistilleerd, gerijpt en gebotteld is. De small batch, nee, dat is niet wat ik zeg, niet small batch, de single barrel whiskies waren tussen de 8 en de 10 jaar oud. Ik weet niet of dat voor deze ook geldt. Staat niet op? Het staat niet op. Het staat alleen omdat het een straight whisky is en dan moet het minimaal 2 jaar oud zijn. En als het jonger is, als 4 jaar oud, dan moet het ook op de fles vermeld staan. Dus eigenlijk moet je alleen ervan uitgaan dat het minimaal 4 jaar oud is. Dus er zijn wat onduidelijkheden wat dat betreft, maar ja. Ik heb zo'n vermoeden dat dit een lastig fles wordt om te schenken. Hoe zien we hier? Smalle keurig. Schintetisch? Schintetisch. Ja. Ja. Even zo. Dit kun je niet stiekem drinken, iedereen hoort het. Nee, als je maar schijnt. Nee. Maar ik denk als hij hier is, is het schenken iets makkelijker. Ik hoop het. 27%. In dit geval mogen de Amerikanen niet bijkleuren. Bourbon. Oh, sorry. Ja. Oh. Ik heb gerikt. Oh. Bourbon neusje. Kersen. Karamel vanille, dat mag eigenlijk niet ontbreken. Eikenhout. Popcorn. Boterpopcorn. Ja, maar popcorn. Ja. Dat is de hogere maïsgehalte in de graanbeslag. Toch een beetje citrus ook. Niet? Ik word hier echt vrolijk van. Cheers. Cheers. Oh. Ja, lekker.
lekker. Ook een typisch bourbon karakter. Ja, maar... Lekker. En behoorlijk wel hout. Ja. Maar de buiten, dan was wat je vanille karamel. Het is een... Zonder hem af te zeiken, ja, dat klinkt heel negatief, maar het is een vrij standaard, op de mond vind ik hem een vrij standaard bourbon. Hij is wel echt lekker. Maar ik ben die popcorn en die kersen, die ben ik ergens kwijtgeraakt onderweg. Ja. Ja, dat heeft wat... Ja, een licht pepertje. En wat net over vanille, maar is ook weer... Kom ik weer. Ja, een toetjes vanille. Dus een romig vanille. Dus een crème brûlée. Ja. Ja, dus de combinatie met de karamel kom je op. Ja. En... Ja, dan heb je hem. Ik vind het van de 47% is wel heel vriendelijk op de neus eigenlijk. Op de neus? Ja. Ja, op de mond doe ik dat ook wel. Wat een beetje bite heeft, vind ik vooral het hout en dat pepertje. Dus niet per se de alcohol. Hij is best een redelijke afdronk. Nou, die is best lang. Tintelt wat na. Maar ik zeg, op de palet komt ook een beetje kokos naar voren. Heel klein beetje. Maar afdronk is lang. Ik vind hem best kruidig, maar het hout komt weer naar voren, maar het is niet echt dat oak spice, het is toch wel iets subtieler, een beetje cederhout. Ja. En ja, dat toffee karamel, wat je eigenlijk verwacht van een bourbon, zit er ook op. Dat blijft wel hangen, beetje kaneel. Ja, ook. Misschien dat de popcorn komt weer een beetje terug. Wil ik net zeggen. Maar het is voornamelijk als ik ook via de neus... Via de neus uitadem. Ja, lekker. Alleen... Ja, dit flesje kost... 60, 65 euro. Ik weet niet of ik dat... Ja, kijk, je moet natuurlijk wel niet vergeten, het is small batch, een echte small batch. Daar mogen ze wat meer voor vragen. Je gaat natuurlijk ook meer variatie in smaak krijgen per batch. Ja. Het is wel grappig, misschien dan staat ook ergens op wat de batch nummer is. Je zou eens een beetje bij kunnen, dit is dan batch nummer 18D1. Je zou eens een beetje rekening mee kunnen houden met welke batch als je komt, kijk als er echt verschillende zit. Ja. Nou weet je, ik vind hem heel lekker. Zou ik er 65 euro voor betalen? Nee. Want onder de 40 euro heb je ook hele lekkere bourbons die misschien zelfs nog wel lekkerder zijn dan deze. Maar het is wel een hele smakelijk. Ja. Alleen, die fles. Het is een leuke fles om naar te kijken, maar het is ook een beetje een gimmick eigenlijk. Hè? Kijk, ze maken gebruik van een potstil. Ja. Maar dat is eigenlijk voor de tweede run. Ze hebben zo'n dubbele systeem. Dus eigenlijk de eerste deel van de distillaat wordt eigenlijk met een kolomstil gedistilleerd. En dan de tweede run, dus eigenlijk de tweede deel van de distillatie, gaat dan via een potstil. Ja. Dat zien de Amerikanen best wel vaker eigenlijk. Niks tegen, dat kijk, komt een soort whisky uit. Maar ja, die zijn nu een profileer met een potstil. Ja. En het komt een beetje als een gimmick over. En dat kan een beetje een negatief effect hebben in de winkel. Ik denk dat sommige mensen denken van, ik loop maar op. Ja, weet niet. Ja, ik vind het een grappig fles. Het trekt mijn aandacht. Ik heb de fles vaak in handen gehad in de slijterijen. Het heeft heel lang geduurd voordat ik eentje aangeschaft heb. Maar dat komt door de prijs waarschijnlijk. Niet door de fles. Combinatie van. Ja, oké. Dus net als het te veel een best zijn doen om de whisky kwijt te komen. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar goed, het is gewoon een hele smakelijke bourbon. Yes. Ja, veel meer hebben ze niet.
bij Willet. Oh, in ieder geval wat je hier in Nederland kan krijgen. Het, ja, ja, oké. Okay. Als je bij hun op de site kijkt en dan heb je dan een hele waslijst van verschillende uitgaven, maar dat krijg je gewoon hier niet. Nou ja, goed. Als iemand een roadtrip naar Amerika wil sponsoren, nee. Mail staat in de omschrijving. Of ga je daarheen en je komt iets anders tegen, stuur af een tikkie. Ja. Nou. Ik ga deze op mijn gemak opdrinken en dan gaan we naar de volgende. Ja, is goed. Bedankt voor het kijken. Cheers. Deze plaats is ook voor andere doeleinden te gebruiken. Oh nee. Bij alleen bang dat je de keur krijgt. En hier stop. Ja, je hoopt dat je daar stopt. Ja. Ja. Dit is geen papierlintje, dit is een... Parmeisje. Kan... Oh no. Hij is open. Dit is geen whisky wat je moet inschenken als je een paar achter de kiezen hebt. Want? Klonk, 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 vlos. Ja. Ik had zo gehoopt op kersen. Die had het neusje. Ja, maar kersen. Geen kers. Lekker. Maar wat je net zei. Het is een. Eigenlijk een standaard bourbon. Qua smaak en aroma's wat erop zit. Maar. Ja, voor dat geld koop je ook een hele stevige balkonis.